Armoedepact bestaat dit jaar 10 jaar, dus hartstikke mooi. En daar zijn 53 deelnemers bij aangesloten. Het zijn allemaal verschillende partijen. Dat kan te maken hebben van een voedselbank tot bewindvoering tot allerlei verschillende partijen. Dus die allemaal iets hebben om de armoede tegen te gaan in Almelo. En die werken op die manier dus samen. En jullie organiseren van alles. Wat zoal? Ja, wat het platform organiseert is met name de ontmoetingsbijeenkomsten. He, dus dat is de bedoeling dat al die leden die dus deelnemers zijn aan het armoedepact elkaar ontmoeten en op die manier kennis kunnen delen, ervaringen kunnen delen, elkaar sneller weten te verbinden. Dat is een paar keer per jaar. En daarnaast hebben we de jaarlijkse conferentie en dat is eigenlijk dit jaar. De conferentie vandaag bestond uit heel veel verschillende dingen. We hebben workshops, we hebben nieuwe leden die zich dan weer aansluiten. Maar wat ook heel erg mooi was, was dat er een uitreiking was van de organisatie Riewoldt. En dat werd gedaan door de burgemeester. En die gaven 30.000 euro wat ze opgehaald hadden met hun eigen jubileum, 30-jarig bestaan. En dat werd hier uitgereikt aan een tiental partijen die iets hebben met armoede. Dan maken we er 10 keer 3000 euro van, 10 jaar armoedepact. En we halen zo 10 organisaties naar voren die ieder zijn check van 3000 euro aanbieden. Afkomstig. We hebben onlangs het jubileum gehad van Riewoldt Recycling, ons bedrijf in Almelo. En eigenlijk besloten dat wij voor goede doelen iets in wilden zamelen, voor goede objecten. En dat is dus uitgekomen dat we vandaag 30.000 euro konden spenderen naar 10 instanties die het heel goed gaan beheren, denk ik. Dat zijn 10 goede doelen in en om Almelo. En ze moesten allemaal iets met het item armoede te maken hebben. Het geld moet besteed worden in een vorm van, in een eerste lijnsvorm. Dus niet via, maar in eerste lijnsvorm via de stichtingen. En allemaal aan armoededoelen in en om de gemeente Tubberg en Almelo. Ja, en ik denk wel dat ze er allemaal heel erg blij mee zijn. Ja, we hebben ze net 10 checks uitgereikt en je kon zien dat ze er erg blij mee waren. Er waren stichtingen bij de Eethoek bijvoorbeeld en de buurvrouw. Die koken wekelijks voor de doelgroep die zelf niet kan zorgen dat er een goede maaltijd op tafel komt. Of niet elke dag kan zorgen voor een goede maaltijd. Dus ja, er waren echt stichtingen bij. En ik kan eigenlijk wel zeggen, alle 10 waren zeer blij met het ontvangst nemen van de check. We zijn eigenlijk met 0 begonnen. Helemaal eigen opgebouwd. Dus zonder geld begonnen. Dus we weten eigenlijk wel, armoede is niet het goede woord, maar we weten wel wat zonder geld op pad gaan is. Dus we hebben toch gelukkig in die 30 jaar iets neer weten te zetten. In ieder geval zakelijk, waar wij nu wel de vruchten van plukken. En dan is het, vinden wij altijd wel belangrijk dat als het goed draait en als er geld wordt verdiend, dat wij ook iets weg kunnen geven aan minder bedeelden in dit geval. Dus ik denk dat het voor ons een mooie voldoening is. En ik denk dat het wel bij Riewoldt past. Hè? Dat zodra er toch iets verdiend wordt, dat we dat ook aan anderen mee laten wegen. En dat zijn dit soort middagen, zijn echt mooie middagen. En dat geeft ook voldoening. APPLAUS